Nou, het meest logische, corona, wat wordt er aan jou en wat wordt er aan mij gevraagd? Blijf thuis. Tweede, onze loketten, de meeste waren dicht. We hebben altijd er een paar open gehouden. De meeste loketten van de gemeente zijn dicht. Maar ook van de welzijnsinstellingen en ook van de informele momenten in de stad. Informele, de buurthuizen, de kerk, de moskee, de sportvereniging. Waar je je zorgen kan uiten, die zijn dicht. En ten derde, we zijn heel coulant met elkaar. Dat is geweldig. Dus we hebben geen huisuitzettingen en dergelijke. Maar zo'n dreiging van een huisuitzetting was ook soms het moment dat mensen zeiden van oké, dan kom ik naar je toe, want ik heb hulp nodig. Dus die drie bij elkaar zorgen dat we veel minder aanmeldingen hebben. Ja, en nu gaan die loketten gaan weer open, maar ja, verwacht je dan gelijk een toestroom, dat het heel druk gaat worden of komt dat langzaam op gang? Ja, heel goed dat alle loketten stap voor stap open gaan. Maar ik verwacht niet dat er direct een hele massale toestroom komt, want mensen moeten het ook verwerken. Dus wat er aan de hand is, wat corona betekent. Langzamerhand komen nu die betalingsherinneringen, de aanmaningen, die worden nu langzamerhand weer gestuurd. En mijn oproep is aan iedereen, neem die brief serieus. Bel degene op die die brief naar je gestuurd hebt. En als het te veel voor je is, wij zijn er voor je. Dus wij, de gemeente, de welzijnsinstellingen, niet aarzelen, maar de vraag stellen. Vraag om hulp.